Voel je je? Oh, ik voel me geweldig. Ja. Dit zijn ze dan, de nieuwe leden en ridders in de orde van Oranje Nassau op Aruba. Vorig jaar kregen 8 Arubanen een onderscheiding. Nu zijn het er ruim 4 keer meer, 35 in totaal. En het komt eigenlijk omdat daar extra moeite voor gedaan is door de decoratiecommissie op Aruba om dit bekend te maken aan de mensen op Aruba hoe ze voorstellen moeten doen en voordragen moeten doen. Dit is Desiree Eldering, het gezicht van de ezelopvang op Aruba, speciaal gekleed voor de gelegenheid. En hier zie je haar aan het werk. Ze zijn hier al 500 jaar en ik vind dat ze het recht hebben om hier te blijven. Ze hebben 500 jaar hebben ze heel goed gedaan voor de Arubaanse bevolking. En mijn voorouders komen niet hier vandaan, maar ik voel me wel een inwoner van Aruba. En ik vind dat ze bij onze geschiedenis horen. 22 jaar al runt zij de ezelopvang op het eiland. Met 35 vrijwilligers voor 115 ezels. Opvang is nodig, want de ezel concurreert met de grote hotels om een plekje op het eiland. Op het moment is er sprake van dat er weer een hotel gebouwd gaat worden in de laatste plek waar ze eigenlijk zichtbaar nog buiten lopen. Als dat hotel er nou inderdaad gebouwd gaat worden, dan ga ik die ezels vangen, want dan wordt hun habitat heel erg klein. En nu zijn ze nog relatief veilig, maar dan wordt het ook daar wordt het onveilig. En dat is een van de redenen waarom wij dit gestart zijn. We hebben diverse ezels met gebroken poten hier in de sanctuary rondlopen. Ik ga weer aan het werk. Nemen jullie een flesje water? Oké, dankjewel Desiree. Ajo. Desiree, een van de 35 Arubanen die vandaag een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Omwille van haar passie. Een passie die niet stopt na werktijd. Die neemt ze gewoon mee naar huis. En vandaag beloond met een ridderorde.